In de vorige aflevering zagen we hoe Sinterklaas en de Piet aankwamen in Genemuiden. Heel veel kinderen hebben geholpen om de kluiscode te kraken en tijdens de intocht werd de kluis geopend. In de kluis lag een sleutel waarmee je bij alle winkels in Genemuiden naar binnen kan. De hoofdpiet heeft deze daarom aan de sleutelpiet gegeven. Maar er zijn ook andere pieten die de sleutel maar wat graag willen hebben. Dan gaan we eens even kijken. Ja, ik heb wel... de speciale sleutel. Hè? Ik heb de sleutel. Ja. Ik heb de sleutel. Gaan we even aan de kant. Jongens, mag ik even goed kijken wat je daar doet? Even aan de kant. Ja. Ja. Zo is het. Ja. Nou, dan gaan we even mooie spullen kijken voor de kindertjes. Wat was het nou? Ah, zo'n kleintje. Ja. Maar welke dan? Zo, even kijken hè. Jongen, joh. Prachtig hier hoor. Piet, met een mooie grootjes. Mooi hè? Jongen. Het is wel geweldig. De basisschool, ja. Ja, die ging naar de basis. Dus die broodtrommel, ja. Zetten we die hier vast even neer. Zet maar even. Zo, dat is voor Evelien. Ja. Heel mooi hoor. Ja, of zouden we toch die doen? Ja, ook of wel die. Flits. Ja, dat is wel. Kijk, dit is wel grote schoen, hè? Ja? Weet je? Voor die sleutelbos, hè? Ja? Dat is wel mooi. Dat kan hier zo in de doosje. Kijk, bewaardoosje. Ben je anders even goed bekijken? Ik hou de sleutel even vast. Het doosje even. Ja. Je weet wat ik over de sleutels heb gezegd, hè? Ja. Altijd goed bij je houden. Ja, geef maar weer terug. Okay. Ik heb ze gezien. Ja. Weet je het zeker? Nee, geef maar even weer terug. Ja, goed zo. Dankjewel. Het sleuteltje zit er nog aan, hoor, Sinterklaas. Oké, dat is goed. Sorry. Goed. Ja. Ja. Ze pakten ze weer zo weer van jou. Kijk, hier nog mooie bordjes. Ja, dan moeten we er toch wel om op eten. Ja, we hebben toch wel een ander plan, maar hoe dan? Zal ik hier niet een paar pepernoten gepast? Vast wel. Ik ga er even over denken. Ja. Nou. Piet, ja. Zo kun je de sleutel opbewaren. Kijk eens. Hartstikke handig. Wat heb je gezien, Sint? Kijk eens, je kunt het ook aan een kettingje hangen. Oh, dat is handig. Ja. Heeft u dan een grote ketting, dat het zo... Nou, eens even kijken. Wat zijn dat voor nettetjes, Piet? Bernardine wil graag een armbandje. Bernardine? Hoezo Bernardine? Nou, kijk, staat de B van Bernardine. Daar staat de B? Ja, kijk. En hier heb je de A van Anna. Anna. Sint kan het niet zo goed zien. Even kijken. En Ilse? Ja. Kun je dat zo zien, Piet? Dat staat hier, toch? Dat, gaat het wel goed met uw ogen, dat ze er staat? Nou, ik denk dat we straks even langs jullie brouwen moeten. Of even ogen nou, opmeten. Nou, het zal niet verkeerd zijn, denk ik. Piet. Dat lijkt me wel een goed ja. idee. Ja, we zijn toch in de buurt. Ja, want het is erg klein. Nou, dan gaan we dat doen. Nou, Sint, volgens mij hebben we genoeg cadeaus. Zullen we verder gaan? Ja, dan gaan we naar de volgende ding. Ja, we nemen alles weer mee. Ja. Is goed. Mooi hoor. Mooie spulletjes voor kids en koters. Ben je jullie brouwer? Ja. Ja, we moeten even, ik heb een afspraak voor u weer gepland. Oh, ja, voor uw ogen. Oh, ja. Oké. Okay. Lukt het, Piet? Oh. Ben je binnen? Ik heb het sleuteltje, ja, we zijn binnen. Okay. Dat is makkelijk, hè? Dat mag een sleutel. Ja. Allee, hij is er nog niet, maar... Sander! Ja, kijk eens. Goedenavond. Dag. Afspraak gemaakt. Ja. Wat bekend, hè? Ja. Ja. Kan het even? Heeft u de tijd voor? Ja, daar hebben we tijd voor. Kijk, dat is altijd fijn, hè, Piet? Waar gaan we heen? Zal ik die stap even aannemen? Ja. Waar gaan we daar naartoe? Oké. Spannend hoor. Ik ben wel benieuwd hoe zo'n test gaat. Ja, ik ga ook mee. Klaas zit nooit al heen. Nee, ik loop ook even mee. Ik ben benieuwd. Sint, we gaan eens kijken hoe het met ogen is. Geef de bril maar eens aan mij. Ja. Ja. Oh. Jongen. Gaan we eens even kijken. Niet. Oh. Ik zie zo niet zoveel hoor. Nee. Jongen. Oh. Ik zie wat hoor. Ja. Ik zag de D. Klopt dat? Ja, dat is helemaal goed. Okay. Nou Sint, dat ziet er nog niet zo best uit. Het wordt wel tijd voor een nieuwe bril. Nou, dat is niet zo mooi. No. Piet, ja. Heb je het gehoord? We moeten een nieuwe bril uitzoeken. Nou ja, er zijn er hier genoeg. Dan gaan we dat even doen. De mooiste uitzoeken. De mooiste, hè? Ja. Ja, dat denk ik. Ja. Nou, Sinterklaas. Ik denk dat dit wel iets voor u is. Ja, hij lijkt me erg mooi. We gaan hem even passen. Zal ik je andere bril... Oh, dit is andere.
Echt service, even aan de zaak. Ja, ja. Nou, Piet. Piet, hoe staat ie? Zeg Klaas, maar ziet u nu ook al een stuk beter dan? Nee, er moeten nog nieuwe glazen in. Ook? Ja. Dat moet er ook nog bij? Ja. Ik zorg wel dat hij voor 5 december klaar is. 5 december is hij klaar. Ja, dat... Kijk, dat is dan mooi. Ook pak je z'n avond, is de bril klaar. Nou, voor 5 december, Piet, is de bril klaar. Dus dan kunnen we nog even, even wat cadeautjes met z'n allen uitzoeken. Ja, ja. Dan gaan we dat eens even doen. Pieter, we gaan even mooie cadeautjes uitzoeken. Ja. Ik heb hier een grote boek. Ik heb hier een grote boek en gaan we even kijken voor wie. Marjolein, nu ook aan een nieuw armbandje. Piet. Ja. Ben je nu aan het zoeken voor het horloge voor Karel? Ja, kijk. Karel wil graag een nieuw horloge. Ja, die zwarte lijkt me mooi, die donkere. Ja, die donkere, hè? Zal ik gaan kijken? Ja, ga jij even kijken. Ja, ja, ja. Ik denk dat ik de zwarte gevonden heb. Zal ik voor die of voor die gaan? Ja, oh, wat een mooi ringetje. Die is mooi. Ja, prachtig. Met die ketting samen. Ja, prachtig. Prachtig. Wow. En die oorbellen. Prachtig. Ja, nou zullen we verder? We gaan verder komen. Mijn sleutels. Sleutels? Waar zijn mijn sleutels? Ik heb geen idee. Piet, wat is er al? Mijn sleutels zijn weg. De sleutel, Piet. Nou, hoe kan dat dan? Want je stond net nog te kijken naar de mooie sieraden hier. Ja, maar ik had ze hier neergelegd. Jullie kwamen bij mij kijken, Piet, en vertellen. Wat is er aan de hand? Ja, maar dat zouden we toch nooit doen? Ik sta bij deze ring te kijken en bij deze mooie ketting en die oorbellen vond ik ook mooi. Ja. En toen gingen we verder en ik wil mijn sleutels pakken en mijn sleutels zijn weg. De sleutels? En zij staan daar, ja. Geen idee, zeg. Hebben jullie iets gezien? Geen idee, zeg. Ja, nou hebben we een probleem. Ja. Zo kunnen we niet verder. Ligt er misschien onder de tafel? Ja, of... Hé, ik hoor hem. Jij legt hier je zak daar neer en het maakt een geluid. Ligt hij dan onder de tafel? Nee. Hé, ik hoor het ook, Piet. Het zit in je zak. Oh. Nou Piet. Dat is mijn zak. Nu is die weer van jou. En hoe komt dat dan, Piet? Hoe komt die daar? Die heb jij erin gestopt. Nou, Piet, dat had ik nou niet van jou verwacht. Goed opletten nu. Ja. Piet, jij houdt de sleutels goed bij je. Hier praten we later nog even verder over. Dat is goed, Sinterklaas. We gaan weer naar de cadeautjes toe. Nu gaan we de cadeautjes afrekenen. Ja. Sinterklaas, ik heb nog even nagekeken in boek. En volgens mij hebben we nu een beetje alle cadeautjes binnen. Ja, alles dus, binnen. Ik heb alles hier bij Janine neergezet. Mooi. We hebben alles netjes voor u ingepakt. Ik zal het u aangeven. Ja, ja, dank u wel. Nou, Piet. Alsjeblieft, hè. Komt het helemaal goed. Piet, dank u wel. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot ziens. Tot ziens, hè. Dag en bedankt. Tot ziens. Tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar. Dag hoor. Doeg. Dag. Doeg. Doeg. Ja, Sinterklaas. Ja. Zo, we gaan nu even voor de papa's kijken. Ja, ja, hey, Fino, hè? De papa's maken ook vaak een verlanglijstje. Dan staan we gewoon. We sturen ze altijd op met de kindjes. Ja, de pakjes avond. Dat is wel. Ja, laat mij er maar even langs. Duwen samen, hè? Even kijken of het lukt. Dit is weer die kleine sleutel. We moeten duwen. Ja, ik ga het zetten. Dat gaat goed, hè? Jongens, goed kijken. Pieter, goed kijken. Volledig pak, zie je dat ze er gaan. Ja, dat is mooi, hè? Dat is wel leuk, hè? Zo makkelijk. En we hebben niet zoveel werk meer mee. Mooi, hè? Inpak, Piet. Verschilt dan wel weer heel veel werk, hoor. Mooi, oh, cadeaus. Zo, kun je wat direct zien wat dat is trouwens? Het is wel een beetje oude drank, of niet? 1924, of zou het zoveel kosten? Dat kunnen ze. Ja? Maar dat snap ik. Kijk, hier staat 1924 en hier staat 2018. Blond. Dat is ook een blond. Dus het hoeft niet alleen voor vaders en moeders. Je kan ook een leuke voetballer uitzoeken, toch? Ja. Ja? Ja? Nou, maar dan denk ik als het wel goed komt. Hier hebben jullie nog een cocktailmix. Ja. Sinterklaas? Ja? Heeft u het allemaal een beetje kunnen... Volgens mij moet je dan draaien. Pieter, hallo? Wat is hier de bedoeling van? We kijken. Kijk maar op het bordje. Kijk maar op het bordje. Proeven? Vraag gerust. Aan wie heb je gevraagd? Aan de Piet. Ik heb gerust. En waar is gerust? Gerust is daar. Ja, maar ik ben Hoofdpiet en ik zeg jullie moeten vanavond de dak nog op. Dus wordt hier niet, niet geborreld. Oh, ja. Ja? Kom, Pieter. Laten we dat maar niet doen, hè? Nee. Komende zaterdag gaat Sinterklaas bij nog meer winkels langs. Kijk je dan weer mee?
Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Sinterklaasbrigade, Jansema Media, de Vijf Gebroeders, het Boerendiekhuis en de Genemuider Ondernemersvereniging.